Hallo mensen, welkom terug in Prison Architect en we gaan weer een campaign spelen, namelijk campaign nummer 3, genaamd Gabos, oftewel Grote Algemene Boevenopvang Sociëteit. Ik heb geen idee waarvoor het staat, dus ja, we gaan gewoon maar lekker spelen. En ik denk dat we tijdens het spelen er wel achter gaan komen waarom het zo heet. Oké, we krijgen een beetje voorkennis over wat er gaat gebeuren. Gables. There is a riot in progress at the Elkimico State Prison. Get in there and re-secure the building. Oftewel, alle gevangenen die worden boos, die gaan vechten en moorden en dingen kapot maken. En ik moet ervoor zorgen dat de rust weer weerkeert. Oké, let's do this. CMDC, this afternoon. Right at Elkimico State Prison, staff and security have been drawn to the perimeter to wait for military assistance. A number of personnel are still unaccounted for, including company CEO Charles Wallace. Rioting erupted following the arrest of several high-profile judges. Alleged to have taken kickbacks in return for imposing harsher prison sentences. Douglas Benedict, currently serving a life term, is believed to be the ringleader behind the outbreak of violence. Holy shit, that's tough. Okay, adding fuel to the fire, sources say the criminal underworld has recently been rocked up by a series of high-profile murders, including the attempted assassination of mob boss Victor Palermo last month. Ja, die ging dus in de gevangenis dood volgens mij, maar goed. City Mayor Calvin Heller released a statement just a few moments ago. Those who question our policies of punitive reform, this should act as a stark reminder. These men have housing and food provided, the privilege of paid work. This is how they reward taxpayers with subsidized comforts. CEO Charles Wallace, deputy, a relative newcomer to the post, has been tasked with restoring order. Dat ben ik dus, denk ik. It has yet to be seen whether a lack of experience will prove costly during this difficult crisis. Wow. Oké. Ik heb een call, the negotiator. It's out of control here. Nobody is in charge. We've got multiple casualties. The remaining guards won't go into the rioting cell blocks. We've had to pull back the perimeter. Figure out what to do and put a stop to this before it gets out of hand. Riot police should be here in a few minutes. Oh, ze zijn ook allemaal dood. Unconscious. Ik kom even niet op het Nederlandse woord. Bewusteloos, dat is het. Oké. Stop the riot. Emergencies. Dat gaat niet werken. Even serieus, wat moet ik doen? Stop the riot. Nobody is in charge. You need to figure out what to do. Ik ga de stroom uitzetten. Misschien gaan ze naar de buiten komen. Was het goed? Ik heb iets gedaan. The first response team has arrived. These guards are riot guards. They are much more heavily armored. Use these guys to start retaking the captured prison wings. We've also got some paramedics from the nearby state hospital. I suggest you use them to give emergency medical attention to your riot guards as they retake the position. Okay, riot police, let's do this. Oké, ik wil iedereen hier gegroepeerd hebben. Oké. We hebben volgens mij 6 van jullie, ja. Oké, ik wil jullie 3 hierin hebben.
En ik ga de stroom weer aanzetten. Of... Nee, ik ga ze gewoon met z'n allen laten lopen. Hier is een ingang. Er zijn al 11 mensen dood. Dat is niet zo handig. Wacht, kan ik de paramedics ook... aan jou laten helpen? Ja, oké. Wat krijgen we weer guards terug? Oké, jullie zijn nu hier. Shit, een van mijn riot guards is ook... Twee nu zelfs. Dus dan mag jij... Hierheen. En... Jij ook. More riot guards have arrived. Top. Stel hulp nodig. Oké, top, zij komen er nu dus aan. Oké. Ik vraag me ook af hoe lang dit filmpje gaat worden. Dus, ja. Oké, zijn ze er ook alweer geheeld. Oh, jezus. Laat ik de fire department ook maar vast laten komen. We kunnen die hopelijk zo tegen gaan blussen. Oh, wacht. Laat ik eerst maar even... Laat ik het stapje voor stapje gaan doen. Dus gewoon van voor naar achteren doorwerken. Oké, dan is dit nu dus goed. Oké. Oh ja, omdat er niemand in charge is, kan ik geen lockdown doen. Oké, jullie zijn het ergst geïnjured. Mag jullie daarheen gaan? Dan blijven wij hier wel even vechten. Nee, nee, nee. Terugtrekken, terugtrekken, terugtrekken. Fuck. Evelyn is dood. Jullie mogen terugtrekken. Oh, dit gaat zo fout. Waarom hebben ze geen pistolen of zo? Het zou veel beter werken. Oké. Jij gaat als eerste... Oh, nee. Ze komen vanzelf van naar ons toe. Oh, de mayor belt. I assume it's the CEO's deputy with whom I'm speaking. I appreciate this is a very difficult time and we are all under intense scrutiny. Rest assured, you have my full support in using any and all resources at your disposal. We've gained a foothold and retaken control of the prison, and the loss of life so far is completely justifiable. But before you push on and retake the rest of the prison, you should re-secure the wings that you have captured. Hire some guards to assign them to the recaptured sectors from the deployment screen. They will ensure the captured wings stay captured. Once you've taken care of that, push it to the remaining zones and put these monsters down. These animals can be rehabilitated and they can be negotiated with. I'm working on authorizing an armed response team that will put an end to this quick. Nice.
Nice. Maar ik moet dus de guards gaan huren. Zo. Oké. Oh wacht, dan kan ik nu de paramedics in principe ook hierin gaan brengen. Omdat hier toch al guards zijn. Ja, jammer van dat gebouw. De dokter. You have got wounded all over the prison. And more to come, no doubt. You can't just leave them bleed to death. Build an infirmary somewhere on site and hire doctors to treat the injured. We've also seen quite a few bodies for the sake of their dignity. We need to build a morgue. And start collecting them up. You'll need to hire workmen to do the construction work. Be sure to keep them safe. Okay. Funderingen. Nee, nee, stop. Zo. Hier de morg. En dat staf. Twintig werkmensen genoeg? Vast wel. Benedict. Oh, oh. Listen up. We've got your CEO. Okay. So this is how it works. I ask, you give. Any problems, send anyone in. Or if I even smell a cop, I'll put the bullet in his skull. We want an unmarked vehicle, blacked out with a full tank. 1 hour. I'll be in touch. Oké. Okay. Heb je pech? Want we gaan je neerknallen. Piep. Ik heb geen zin om dat die stemmen te doen. Het wordt een beetje eentonig, heb ik het gevoel. Oké. Okay. Bam, jullie gaan daarheen. Bam, jullie ook. Kijken of daar mensen zijn. Nee, oké. Okay. Dan gaan jullie hierheen. Oké, okay, dit zit nog in vuur, dus hier zal denk ik niet zo heel veel mensen zijn. Maar het is wel het dichtst bij. Dus ik ga toch even hier kijken. Jullie mogen ook verder op komen lopen. Hier moet ik even een deuren doen en hier. En jullie mogen nu ook gaan komen. Oh wacht, oh nee. Hopelijk komen er niet nog steeds gevangenen binnen. Oké. Okay. Waar gaat hier de deur geplaatst worden? Oké. Okay. Zij zijn nu dus lekker aan het blussen. Oké. Okay. Wat ik al zei, dit is helemaal afgefikt. Dus hier zijn geen mensen meer. Dus dan gaan we nu met z'n allen hierheen. Ja, even wachten, negotiator. Want ik ben even met de utilities bezig. En dan wordt dit een infirmary. Waar staat dat? Nou, oké, dat is morgue. Indoors, dat is het. Morgue slab. Heel veel morgue slabs, want er zijn heel veel doden gevallen. En dan hier nu.
Infirmary, waar staat dat? Dormitory, free. Nursery, library. Wheel room. Common room. Kennel. Infirmary, hier. Wat moet hierin? Medical beds. Ja, oké. Okay. Hier ook nog wel een rijtje van als er straks meer moeten komen. Dan doe ik er straks nog meer. Oké, dit ook als je hier. More ride guards have arrived. Toppertjes! Oké. Okay. Hier mogen. Hierheen. Recapture security room. Oké. Okay. Oh. Oh. Oké, nee. Ze zijn veilig. Hebben jullie nodig? Hij is naakt. Ah. Oh, hij is echt naakt. Oh, het liep een beetje vast. Maar dat valt mee. Oké. Is iedereen onder controle? Vast wel. Jullie mogen. Waar mogen jullie heen? Van mij mogen jullie hierheen komen. Oké, er. The mayor has brought in some armed police from a nearby police station. Be careful with these guys. You might just end up with a bloodbath on your hands if you let them loose. On the other hand, the prisoners may choose to surrender when they see these guys coming in. Armed police, bitch. Over here. Let's take a look at the hostage situation. Last chance to walk out of here, boss man. Ever played two ball tag? Two bullets. Wat was zijn accent die ik had gedaan? Two bullets. Four empty chambers. Used to play this with jackrabbits. We blow their heads clean off. But you'll work just the same. Let's start with a simple question. What were you doing in that office? I swear, I don't know anything. Pistool? Met een revolver bedoel ik? I see my own reflection enough to know a man doing wrong. Oké, wie gaat hier neerknallen? Fine, who goes first? You? Me. What about this guy? Die is dood. What do you know? What do you know? Just like Jack Rabbit. What was in those files? I swear, I don't know. Legs running out. Still a bullet in here. In there somewhere. But I know what I saw. Couldn't believe my own eyes. The big company man himself. Here in my prison, looking guilty as fuck. I'm guessing there was more in those files than just my rap sheet. Please. Please don't. Odds are getting shorter, Wallace. Ooh. I tell you what, I make it easier for you. Oké, even nog. Ik denk dat het een heel lange video wordt. Dus ik ga waarschijnlijk opsplitsen in twee aparte video's. Dus ja, dan weet je dit alvast. Als het zo er opeens eindigt. Zal ik wel even een berichtje op het scherm laten tonen. Maar goed, als het zo er eindigt, random. Dan weten jullie waarom. En dan weten jullie ook wat jullie kunnen verwachten een volgende keer. Tegen zijn eigen hoofd. Jammer.
Alright, enough of this bullshit. It's your turn, motherfucker. Unless you tell me what I want to know. I can, please. Okay, please, please touch it. It was money. It was all money. That's it? You're valuable commodities. The longer any of you are in here, the more profit we make. We were just bending the rules. That vial was the proof. So what are we worth? What we are skipping us for inside? $73,000 a year. Each? Son of a bitch. It's time for you to start paying back. Oh, okay. Ik wil een guard. Nee! Fuck. Ik wil een guard in de security room hebben. CCTV monitor, is dat namelijk? Dus ik zeg dit. Ja, we hebben genoeg guards. Waarom komt niemand hierheen? Oké, nou goed. Het volgende punt. Ik wil de paramedics daar hebben. En ik wil dat jullie eerst even gaan healen. Want dan kunnen we zo meteen lekker door. De armed guard zal ik alvast hierin komen. Waar is de ingang überhaupt naar deze kantine? Er is gewoon geen ingang. Dat is handig. Wacht, moet ik deze nog connecten of zo? Nee. Oké, jullie zijn allemaal weer levend. Dus jullie mogen lekker allemaal hierheen gaan. Gedeelte van jullie wil ik hier hebben. Oké, armed police. Gaan we naar binnen. En knal iedereen wanneer die je ziet. The main bulk of the reinforcements have arrived. Dat was een verkeerd accent, maar goed. You can now call up as many squads of riot police and paramedics as you need from the emergency toolbar. Oké. Nou, ik wil dat jullie even hierin gaan en dat jullie even hierin gaan. Oké. Mag ik jullie even om gaan wisselen? Mag een van jullie doktoren even hem omhoog helpen? Hier blijf jij. Oké, dan ga ik eerst even dit celblok. Veilig stellen. Oké. Mag je er nu hierheen gaan om dit nog even veilig te stellen? Oh, dit is nu toch weer rood. Dat is handig. Nou, dan mogen jullie, omdat jullie de kleinste squad zijn, hier even heen gaan. Dan gaan wij lekker hierheen. Oh, wacht. Ik moet nog doktoren kopen. Kopen, inhuren. Oh, dus rent je dood. Dat kan natuurlijk ook. Even hier checken. Deployment.
Oké, waar moeten nog meer mensen? Oké. Bring the fire under control. Welk vuur? Er is toch geen vuur meer? Godverdomme. Bring the fire under control. Ja, die is al onder controle. Oh. Wie liggen hier? Oh, oké. Benedict. I want my wheels now. Wallace is joining us, and if I catch you sight of a tail, you'll be scraping pieces of him off the freeway. That's it. It's time to bring the situation to the end. Ik ga met elke karakter nu naar Russisch of zo. Team. It's all in position. None of us are getting out of here. It's not you, Devons. What are you talking about? I did it for money, but he did it for political gain. The longer the sentence is, the more votes he got. Who the fuck are you talking about? Major Heller. It wasn't his blueprint, it's just always the wheels. Those files were evidence that could destroy his career. You're shitting me. Okay. What the fuck? They're coming in, get ready. I fucking warned you. Damn. Full automatische geweren, jong. Holy shit. Oh. Nou, de CEO is ook dood. Dus nu weet niemand dat de mayor dit allemaal op zich heeft gedaan, een soort van. Oké. Oh, ze hebben daar C4 op de muur geplakt of zo. Is het nu afgelopen? Nee. Oké. De wissel dus. Okay. Nee, wat? Oké. Ik ga geen accenten meer doen. The facility is under control. And the rioters have been subdued. It could as easily have turned out a lot worse. We've got one hell of a cleanup operation ahead of us. I'd appreciate your help with that, if you have the time. We don't have any building contractors on site, so the first step will be to hire some new workmen to get to work repairing the place. I always thought security here was much too lax. These inmates have been given too much free reign for too long. That stops today. I want you to build us a new armory. They deploy armed guards to key positions around the prison. The sight of that will subdue these prisoners and they'll think twice about causing this much trouble again. And okay. Click the Polaroid outside the main entrance when you are finished. Okay. It's told to trigger the next chapter. En dat gaat inderdaad gebeuren. Maar dit ga ik niet deze video spelen. Want volgens mij heeft deze video al 40 minuten geduurd. Maar niet echt 40 minuten geduurd. Want ik ga waarschijnlijk opknippen in kleinere stukjes. Sowieso 2, misschien zelfs 3 als het echt heel lang is. Ik weet niet precies hoe lang ik bezig ben op dit moment. Maar goed. Ik hoop dat jullie deze video of / video's leuk vonden. Laat me even weten of je meer Prison Architect campaigns wil zien. Want Prison Architect blijf ik al spelen. Maar ja, die campaigns zijn natuurlijk niet voor iedereen. Omdat het meer een soort van tutorial is. In elk geval, dat was zeker de eerste campaign. Dat was echt een tutorial. Het kan ook zijn dat het een tutorial voor de campaign was. Maar goed,
Als je het leuk vond, laat dan even een like achter. En als je het heel erg leuk vond, subscribe dan zelfs. Maar goed, ik bedank jullie nogmaals heel erg voor het kijken. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Ciao. There's a survivor in the wreckage. Is het gevangen, hè? Life to the clutch. Stone Clamo. Hold the image. Hold the image. Just had to be our mob boss. Oké. Okay. Nice unconscious. Bad news for him. The best cuts have meant we had to sack all German doctors.